Yoga. Weer drie keer jinnen, hè? Leuk. Drie houdingen, dit keer wat meer op de schouders gericht. En wat je hier hebt lopen is een hele grote spier, je zaagspier. Dat is een beetje een stiekemert en die kan echt wel voor heel veel ellende zorgen. Het valt wel mee hoor, maar er kan wel heel veel hardheid in opgeslagen zijn. En we gaan een beetje proberen dat bindweefsel daar wat zachter te krijgen. Wat we nodig hebben is blokken, als je die hebt. Heb je die nou niet? Een broodtrommel werkt ook prima. Of een stevig boek. Maar dan zou ik wel even een dekentje of een zachte handdoek eroverheen doen. Want zelfs met zo'n zacht blok is het echt al behoorlijk akelig wat we gaan doen. Dus niet te hard, dus leg er dan even iets overheen. En misschien een kussen. Hoofdkussen is prima om je hoofd op te laten rusten. En wat je dan mag gaan doen is, kijk, zo heel bevallig komen zitten als een soort strandfotomodel. Zit ik zo? Dat moet ik zo maar voorstellen. Van een zonnetje, rietje erbij. En dan zit je dus misschien wel op je rechterzijkant. En dan zet je dat blok zo neer dat als je gaat afdalen, zo, dat blok daar precies, waar eigenlijk meestal zo je BH-bandje loopt, voor de mannen onder ons, waar de BH-bandjes van vrouwen lopen. Je maakt je enig idee als je onder de oksel. En dan zorg je dat je daar precies op landt. En als je een blok hebt, dan kan je die natuurlijk op verschillende standjes zetten. Dus moet je maar even zoeken of je dan bijvoorbeeld op je elleboog ligt wil steunen. Of dat je echt je volledige gewicht erop wil hangen. Chantal, waarom doen we deze pose? Deze pose doen we omdat we, als we eruit komen, straks ontzettende blije zaagspieren hebben. Okay. En wat je dan gaat doen is, en dat klinkt onaardiger dan ik het bedoel, dan ga je het meest gevoelige plekje opzoeken wat je kan vinden. Dus dat betekent dat je misschien een klein beetje met je linkerschouder naar, met je bovenschouder naar voren moet rollen. Of juist een klein beetje naar achter. En als je dan onder die oksel, dan zijn er eigenlijk maar heel weinig mensen die vanzelf al een hele blije zaagspier hebben. En die geen gevoelig punt kunnen vinden. Dus je gaat een beetje verplaatsen totdat je het pijnlijkste plekje hebt gevonden. En dan ga je proberen om als het ware over dat blok heen te smelten met dat pijnlijke gebied. Dus je zorgt dat je je onderbuik ontspant, je borstkas, je rug, je billen, je heupen, je bekkenbodemspier. Als een soort lappenpop probeer je over dat blok heen te smelten of waar je dan ook op ligt. En dan zal je zien dat je, ondanks dat ongemak, gewoon kan doorademen. Gewoon kan ontspannen. En dat heel misschien, zo na verloop van tijd, dat ergste venijn wegtrekt. Dat het iets rustiger wordt, dat gevoel. Als dat nou gebeurt, dan verplaats je lichaam weer een paar millimeter, zodat je weer een nieuw gevoelig plekje vindt. En dan wacht je daar geduldig totdat ook dat gevoel daar weer milder wordt. En zo probeer je die paar minuten als het te veel is, de tijd waarin wij hier blijven, Esther, ik zit erbij en ik kijk ernaar, dan kom je gewoon rustig eerder uit die houding. En dan wacht je gewoon even, geen probleem. Luister goed naar je lichaam, ga zeker niet over je grenzen heen en blijf goed voelen. Iedereen reageert op deze houding heel erg
verschillend. Wees gewoon nieuwsgierig hoe die voor jouw lichaam aanvoelt. Laatste seconde diepe inademhaling, zo lekker naar je flanken en op je uitademhaling. Laat je een beetje meer los. En dan kom je voorzichtig overeind. En dan, voordat je alle goede moed verliest, rustig, zacht bewegen. Draai je direct om, zodat je op je linkerheup komt te zitten. Ben je dankbaar dat je rechterzijkant bevrijd is? De blok zit niet te dicht tegen je bovenarm aan, maar ook niet te ver naar de onderkant van je ribbenkast. Hier ongeveer. Probeer je hem te plaatsen en dan ga je een beetje op zoek. Ondanks dat ongemak wat je misschien ervaart, heel lokaal, echt op de plek waar het gewicht van je lichaam op dat blok rust, wil ik dat je voor de rest zoveel mogelijk comfort probeert op te zoeken. Zoveel mogelijk ontspanning. Dus misschien moet je even zoeken naar je houding. En dan ook hier is een beetje het idee wat je wil creëren, is dat je elke uitademhaling meer spierspanning loslaat en erop vertrouwt dat het oké is om je zachtjes over dat blok heen te vlijen, om je lichaam op dat blok te laten smelten. Dat gaat alleen maar als je heel bewust die andere lichaamsdelen daaromheen de opdracht geeft om de spierspanning los te laten. Zachter te worden of zwaarder of losser of ruimer. Ik weet niet welke term jou het meest aanspreekt. Dat moment is gekomen dat het ergste ongemak een beetje is verzacht, mocht dat het geval zijn. We gaan dan zachtjes op zoek naar weer een nieuw punt door je bovenlijf rustig een beetje naar voren of juist naar achter te bewegen. Misschien kom je nog wel zo'n punt tegen wat meer weerstand geeft dan andere plekken. De plekken in die spier waar spanning is opgeslagen, waar misschien het bindweefsel wat is verhard, wat stugger is geworden. Natuurlijk minder goed zuurstof, andere belangrijke spullen naartoe gebracht worden en ook veel minder makkelijk kunnen de afvalstoffen weggebracht worden. Dus misschien kunnen we weer wat meer laten stromen in dat gebied. Zijn er al hoor. Diepe inademhaling door je neus en een lange zachte uitademhaling. Zit of lig even in stilte of beweeg zachtjes even je lichaam.
een klein beetje ruimte kunnen creëren aan de buitenkant, de achterkant van ons schoudergewricht. En dat kan op twee manieren. Je kan dit vanuit kindhouding gaan doen, waarbij je je knieën wel wat moet openen. Misschien wat meer dan dat je gewend bent. Grote tenen zijn gewoon in de buurt van elkaar. En dan kom je even stevig op je handen steunen. En dan breng je zo je rechterhand met je handpalm omhoog. Breng je onder je linkerarm door. Misschien doe je dat wel eens in een les. En dan draai je ze helemaal door om te twisten. Maar dat gaan we niet doen. Nee, we willen eigenlijk dat de schouders gewoon boven de mat blijven. Op dezelfde hoogte. En dat je nu met je bovenlichaam naar beneden komt. Zodat je eigenlijk met het gewicht van je bovenlichaam die rechterarm tegen de mat duwt en er een strekking ontstaat aan de buitenkant van je schoudergewricht. Is dat lastig voor je te vinden in kindhouding? Omdat je misschien vanzelf al wat meer ruimte in je schouders hebt. Dan kom je op je buik liggen. Zet je die linkerhand even neer. Doe je hetzelfde. Rechterarm naar de linkerkant onder je arm door. Handpalm naar boven. Niet te ver doordraaien. Gewicht laten zakken. Buik komt op de vloer. Dan kan je echt met je hele lichaam die arm naar beneden duwen. En dan rust je misschien op je vuisten. Misschien breng je de arm voor je langs. Kijk maar wat goed voelt. Maar probeer te voelen of je een strekking teweeg kan brengen. De buitenkant van je rechterschouder. Loop dan je lijf er even naast. Soms doen we zo ons best om in een houding te komen. We zijn zo gefocust op een bepaald lichaamsdeel. Dat we halverwege de tijd er ineens achter komen dat je al die tijd misschien wel je beenspier had aangespannen. Of je kaken op elkaar had geklemd. Dat soort spanningsgebieden houden we soms ook gewoon gedurende de dag vast. Schouders wat omhoog getrokken, of je ogen wat samengeknepen, je wenkbrauwen, je voorhoofd wat gefronst. En hoe meer je daarvan bewust bent dat je dat soort kleine dingetjes af en toe doet, hoe vaker je jezelf even eraan kan herinneren, oké, wacht eens even, heb ik alles nog zacht? Is alles nog ontspannen. Breng je weer wat gewicht op je linkerarm, zodat je je rechterarm onder je uit kan vandaan halen. En dan mag je direct doorgaan naar de andere kant. Dus je schuift je linkerarm met de handpalm naar boven, niet te ver naar rechts gewoon, zodat je je arm kan strekken. En dan breng je het gewicht van je bovenlijf rustig naar beneden. Laat je je hoofd hangen of plaats je het op de mat of op je hand of op je vuist. Je wilt twisten, gewoon proberen om zo recht mogelijk twee schouders naar beneden te krijgen.
je weer proberen om gewoon alles te laten zijn wat er is. En gewoon om te proberen zoveel mogelijk hier te blijven met je aandacht. Alles wat er langs komt, laat je gewoon langskomen, niks weg te duwen. Je zou het met voorbijgaande auto's kunnen vergelijken. Als er een fysieke sensatie komt of een gedachte komt, dan zie je die gewoon van achter je raam langskomen rijden, de straat weer uitrijden. Komt weer de volgende. Misschien is er één auto die steeds langskomt. Zou ook kunnen. Die keuze om achter dat raam te blijven zitten en niet in te stappen bij zo'n gedachte. Die mag je telkens weer proberen te maken. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Niet erg als je dan merkt dat je ineens een paar straten verder, nog steeds in die auto, nog steeds bij die gedachte bent. Dan kies je ervoor om weer terug te komen achter je raam en gewoon weer lekker te gaan zitten aanschouwen. Terwijl je rustig doorademt, je lichaam op de mat voelt. Gewicht maar weer rustig op je rechterarm. Breng je linkerarm van onder. Heel goed. Dan mag je doorkomen schuiven op je buik. De volgende houding gaan we proberen om juist de voorkant van het schoudergewricht wat ruimte te geven. Dus je mag je rechterarm uitstrekken in dezelfde lijn als je schouder. Dus hij ligt niet richting je hoofd, ook niet richting je voeten. Hij ligt in één lijn met je schouder, met de handpalm naar beneden. En dan plaats je je linkerhand even onder je schouder. En dan kijk je of je met die linkerhand je bovenlijf en dan ook misschien je heupen en je benen naar de zijkant kan brengen. En als je dan vanzelf blijft liggen, dan ontspan je die linkerarm weer. Heb je dat steuntje blijvend nodig, dan is die linkerarm wat actiever. En dan weet ik dat er mensen zijn die helemaal zo met dat bovenlijf en die benen richting het plafond kunnen draaien. Voordat ze dezelfde strekking aan die arm vinden als dat iemand anders misschien doet die zomaar een heel klein beetje omhoog hoeft te komen met dat lijf. En dat is allemaal oké. Hoe je je benen aanpast, ben je vrij in. Sommigen zetten linkerbeen plat op de vloer neer, de voet, knie omhoog. Dan zijn er ook mensen die het heel aangenaam vinden om die linkerhand, als ze dan zo diep in die houding liggen, ook helemaal over zichzelf heen, via het plafond, richting die rechterhand te brengen. Dus sommige houdingen. Moet je een beetje experimenteren totdat je op dat punt bent dat je kan zeggen, ja, hier kan ik de stilte even gaan opzoeken. Wees ook niet bang om terug te komen. Als je al vrij snel merkt dat je iets te veel hooi op je vork hebt genomen, kom gewoon terug. Het is geen wedstrijd. Er zit geen prestatiedrang achter. Gewoon wat goed voelt, een aangename strekking aan de voorkant van je rechterschouder, die dat zo ontzettend hard nodig heeft en wat zo heel erg welkom is, omdat de meesten van ons toch wel veel met de schouders naar voren zitten. Misschien omdat we veel op onze telefoon zitten of op een ander machientje of achter de computer voor ons werk of achter het stuur in de auto. Misschien heel veel knuffelen
zou dan weer een hele mooie reden zijn. Rustig aan je lichaam weer teruggerollen. De linkerhand komt weer op de mat en zachtjes rol je weer plat op je buik. En dan hengel je die rechterarm voorzichtig naar waar die even wil zijn. En dan leg je je hoofd op je andere wang neer. Dan strek je je linkerarm in één lijn met je linkerschouder, handpalm is op de mat, rechterarm onder je rechterschouder en die gebruik je om zo naar je hele linkerflank te rollen. En nogmaals, benen zet ze neer, hoe dat goed voelt. Rechterarm of naar je rug of op de mat. Misschien kost het je in deze houding wat meer moeite om te ontspannen wat je kan zacht maken, omdat je natuurlijk bepaalde delen min of meer aangespannen moet houden om niet uit die houding te vallen, bij wijze van spreken. En dan kan het lastiger zijn om echt te voelen waar je nog meer zachtheid kan aanbrengen. Mooi punt om altijd te checken is je gezicht, je vingertoppen, je buik, je bekkenbodem. Maar eens waar je lichaam de mat raakt, welke plekken allemaal contact maken met de ondergrond. Plekken is de drukte wat groter. Waar is die licht? Misschien tast je wel die gebieden in je hoofd af waar je lichaam net wel, net niet de mat raakt. En dan lekker langzaam begin je gewicht weer terug te rollen naar je buik. Kom je rustig rechtop zitten. Armen even boven je hoofd om te voelen
hoe dat is met al die nieuwe gecreëerde ruimte. Super fijn dat je met ons meedeed. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Namaste.